Deze regio staat bekend om zijn aardappels, zijn pompoenen en zijn prachtige landschap. De komende dagen ben ik in de meest magische streek van Turkije, Kappadocië. Deze week begin ik mijn reis in de Turkse stad Kayseri en eindig ik mijn reis in Göreme. Beide steden liggen in Kappadocië, een gebied van 800 vierkante kilometer in het midden van Turkije. Kayseri ligt op zo'n 4 uur vliegen van Amsterdam en is de ideale uitvalsbasis om de streek verder te ontdekken. In de jaren 80 ontwikkelde Kayseri zich als het economisch centrum van de streek en het heeft daarom een zeer moderne uitstraling. Maar ook geschiedenis en traditie spelen een grote rol in het leven van de 900.000 inwoners van deze stad. Turkse bazaars staan bekend om de vele toeristen die er op jacht gaan naar het ultieme souvenir. Vaak kent een bazaar dan ook een overvloed aan toeristische winkeltjes. Maar niet in Kayseri. Hier wordt de bazaar voornamelijk door de lokale bevolking gebruikt. Er is dan ook alles voor het dagelijks leven te vinden. En dat is wel zo fijn als je als toerist iets vergeten bent in te pakken. Lekker voor thuis op de bank. Ja, dit wil ik hebben. Deze prachtige broek met hartjes en bloemetjes. Toe? Voor... Oh shit. Nou, oké. Zaten. 5 euro voor 2 prachtige broeken. Thank you. Kayseri oogt modern, maar kent ook nog steeds een conservatieve levenswijze. Zo gaan veel restaurants en cafés nog om 9 uur dicht en wordt een vrouwelijke toerist die alleen de stad bezoekt toch een beetje vreemd aangekeken. In de categorie opmerkelijk, dit terras bestaat uit 2 gedeeltes. Je hebt het grote gedeelte en daar kan je als mannen onder elkaar zitten. Maar wil je nou gezellig met je vriendin wat gaan drinken, of met je moeder, dan moet je achter de schutting plaatsnemen. En ik heb even gevraagd waarom dat nou precies is. Nou, ze zeggen dat het niets met religie te maken heeft, maar het is om te voorkomen dat mannen jaloers worden en dat mannen ruzie krijgen. Opmerkelijk. Kayseri is een van de meest traditionele en religieuze steden in Turkije. En dat verklaart dan ook de grote hoeveelheid moskees. Daarnaast wordt er ook nog vastgehouden aan een andere traditie. Een hele smakelijke traditie. De specialiteit van Kayseri is pastirma. Dat is gedroogd vlees. En er wordt gezegd van het vlees dat als je het eet, de knoflook nog 3 dagen uit je poriën komt. Heerlijk. Hallo. Hallo. Hey, do you also have pastirma? Ja, oké. Can I try? Yes. Altijd daar. Zo! Yes, it's okay. Yes. Nee, het is best lekker. Maar inderdaad echt heel veel knoflook. Ah, waarom niet? In Turkije is het heel normaal om je even te laten scheren bij de kapper. En dat doen ze op traditionele wijze. Hallo. Hallo. Dennis. Hoewel zo'n traditionele scheerbeurt voor de Turken heel normaal is, ben ik toch een beetje verrast als Mehmet met een brandende wattenstaaf aankomt. Fire. Waarom? Hoezo? Ah! Auw, auw, auw. Vlam in mijn oor. Vlam in mijn oor. Van mijn neus. Ah, hé, ik ruik mijn vuur. En als Mehmet ook nog een klosje garen tevoorschijn haalt, dan is deze scheerbeurt compleet. Ah. Ja, hij is... Echt die haartjes die je hier toch niet ziet, die haalt hij ook maar gewoon weg. Maar hoe die dat... Kijk nou hoe dat eruit ziet. Auw. Dat doet best wel pijn ook. Ah! Thank you.
Very much. Zo, heerlijk. Ik ben er weer klaar voor. De stad Keizeri is het ideale beginpunt om andere plekken in Cappadocië te bezoeken. En dit kan heel gemakkelijk met het openbaar vervoer. Het is tijd om Keizeri te verlaten en door te gaan met de reis. We gaan met de bus op weg naar Keuremen. Elk uur vertrekken er bussen naar Keuremen. De rit duurt ongeveer 1,5 uur, maar is absoluut niet duur. Een kaartje kost 6 lira en dat is zo'n 3 euro. Keuremen kreeg in 1985 een plaatsje op de werelderfgoedlijst. In de beroemde stenen kegels, die werden uitgehakt tot woningen, woonden tot in de jaren 50 nog mensen. Maar dit werd te gevaarlijk. Door hevige erosie stonden de woningen op instorten. Tegenwoordig bouwen veel hotels in Keuremen hun kamers in de rotswanden die minder poreus zijn. En ook ik verblijf in een van deze hotels. De hotels zijn nu vaak erg klein, maar dat is wel zo romantisch. En voor de prijs hoef je het sowieso niet te laten, want voor een tweepersoonskamer betaal je slechts 30 euro per nacht. Ik ben in Cappadocië in het stadje Keuremen. De uitvalsbasis voor veel toeristen die hier de omgeving willen bekijken. Vanuit hier ga ik samen met mijn gids Kamal de belachelijk mooie omgeving verkennen. Maar voordat we op pad gaan, heeft Kamal ons uitgenodigd om bij hem uitgebreid te gaan lunchen. We zijn bij Kamal in zijn guesthouse en hij zei, kom, we gaan even bij mij lunchen. Heeft hij gewoon 25 Turkse gerechten gemaakt. Dat is nog eens gastvrijheid. Het is makkelijk. Na een voortreffelijke lunch vertrekken wij in de richting van Derinkuyu. Een district op ongeveer een uur rijden van Keuremen. Derinkuyu is beroemd dankzij haar ondergrondse stad, waarvan er in deze streek zo'n 150 gebouwd zijn. Perzische en Arabische legers hadden het gemunt op de christenen. Bij een aanval verscholen de christenen zich in tunnels, die later uitgroeiden tot complete steden. De ondergrondse stad met op de eerste verdieping de plek waar de elite woonde, zeg maar de goede buurt van de ondergrondse stad. In het midden woonde de middenstand en helemaal beneden woonden de arme mensen. En waarom de arm nou helemaal beneden woonde, dat geheimpje bewaar ik nog even. Derinkuyu herbergt de grootste ondergrondse stad van heel Turkije. Er leeft ongeveer 10.000 mensen in de stad die bestaat uit 8 verdiepingen. Een netwerk van nauwe tunnels met een totale lengte van 30 kilometer verbond woonverblijven met kerken en veestallen. Slechts 10% van het hele complex kan bezocht worden door toeristen. Als je hier in de 6e eeuw woonde, moet je niet claustrofobisch zijn geweest. Door je helemaal gek. Deze onwijze grote steen, ik hoop dat ze hem nu vast hebben gemaakt, die ging vroeger dus. Dan vluchten ze hierheen, we zijn nu op de 4e etage of zoiets, -4. En dan rolden ze de deur hier tegenaan. Dan kon er gewoon niemand meer doorheen. Ze zijn gewoon, oh, zo ging het vroeger, tof is dat. Ja, er zijn hier natuurlijk ook ontzettend veel toeristen. Dat heeft een voordeel en een nadeel. Het nadeel is dat je niet echt de ruimte en de rust hebt om alles te bekijken. Het voordeel is dat het wel precies hetzelfde aanvoelt als waarschijnlijk toen de mensen hier zelf woonden. Want toen was het hier ook ontzettend druk en had je niet echt de ruimte om rustig te leven. Het was hier gewoon chaos. Ik zit bij het belangrijkste onderdeel van de hele ondergrondse stad, de luchtschacht. En ik zit nu ongeveer in het midden op de -4e verdieping. En de rijkste mensen die woonden vlak onder het oppervlak, op de eerste verdieping. Want daar was de meest frisse en verse lucht. En de armste van de bevolking, die woonden helemaal beneden, op 85 meter diepte. Het is niet de makkelijkste stad.
is tijd voor een verfrissend stukje fruit. Dat halen we hier gewoon vers. Uit de boom. Dankjewel, Denman. Ja, bedankt Turkije maar. Can we just pick apples from the trees here? Ja. It's not from a farmer. Yes, it's from a farmer, but in Turkish traditional in culture, when you have a farm, you don't take it all your home. Some you let it for travels. You let it for travelers? Yes. So they can have a snack? They can have a snack because that's traditional. Ik weet eerlijk gezegd niet of het in heel Turkije zo is, maar in ieder geval in de regio Cappadocië zie je best wel veel van dit soort bomen staan. Dat zijn wensbomen. Dus je moet een wens doen en dan moet je iets aan de boom vastbinden. En ik doe het eigenlijk allebei. Ik bind mijn wens aan de boom vast. Beste wensboom, ik zou het heel erg tof van u vinden als ik nog heel veel afleveringen 3 op reis mocht maken. Veel water en kon, ook van uw grote vriend Dennis Storm. En nu maar hopen dat hij uitkomt. Om de omgeving verder te bekijken zijn er verschillende opties. Zo zijn er 4-wheel drives en quads te huur, wat allemaal erg tof is, maar ook erg slecht voor het kwetsbare landschap. Ik kies dan ook voor een traditioneel vervoersmiddel. Toen Turkije nog bij het Perzische Rijk hoorde, stond de streek Cappadocië bekend om zijn prachtige paarden. En dat is precies de reden dat ik vandaag een ritje ga maken door de regio op een paard. Hi. Hi. Dennis. Ekrem, nice to meet you. Nice to meet you as well. Ik doe dit samen met Ekrem İlhan, de Clint Eastwood van Turkije. Naast het zijn van een coole cowboy heeft Ekrem ook nog een speciale gave. Hij is namelijk paardenfluisteraar. Ekrem vangt wilde paarden die door de lokale boeren zijn vrijgelaten. Door de komst van machines waren de paarden namelijk niet meer nodig. Ekrem gelooft dat door het dier met zoveel mogelijk respect te behandelen, er een vertrouwensband kan worden opgebouwd. Hij bezit 11 paarden en organiseert trektochten door het bijzondere landschap van Göreme. Niet de makkelijkste paardrijdtocht in mijn leven. Wauw. Zo. Nee. Kom. Luisteren. Zo, maar dit uitzicht is echt bizar. Dit is gewoon een sprookjeslandschap. Dit is niet normaal. Het landschap werd 30 miljoen jaar geleden bedekt door een gloeiende massa lava afkomstig uit 3 vulkanen. As en lava vormden zich tot een erosiegevoelig oppervlak. En het afslijten van de bovenlaag zorgde ervoor dat het broze tufsteen bloot kwam te liggen. Wind en water vormden het steen verder tot kloven, grotten en gekke, puntige rotsen. De afgelopen dagen voelde voor mij alsof ik in een Turks sprookjesland was. Met overal dieren, pompoenen, een Turkse wensboom, prachtige, bizarre rotsen en heel veel toeristen. En dat er heel veel toeristen zijn, dat kan je als een nadeel zien. Maar tegelijkertijd, ze zijn er niet voor niets. Want je moet toegeven, de magie, die hangt hier in de lucht.